fantastische kust, vlakbij Pékin. Peter vindt het niet fantastisch, ik ook. De kinderen, die zitten hier op de kinderen. Dus het Douwe en Ilja, zo vinden jullie het wat spannend, geloof ik. Kijk eens, de voorkant. Dit is onze bestemming. Oh nee, die ligt achter. Verder, hier in de verte, is Pékin. We hebben net de haven van Pékin verlaten. We gaan nu richting niet Cherbourg, maar Boulogne, richting Boulogne. We hebben de halfin erop en in de verte achter ons gaan de Styx, voor de kijker links, en de Liberté rechts. Goed, zo ziet het er van de andere kant van het schip uit. Half in de staat. Mooi. Hoppa. En lang uit ligt Stijn een Donald Duckje te lezen. Douwe en Ilja, of Ilja leest en Douwe is aan het zeilen. En Peter in zijn luie toestand achter de stuurautomaat. We gaan best hard, kijk maar naar het water achter ons. Hoeveel knopen gaan we douwen over de grond? 8,2. En wat is de windsterkte? 18 à 20 knopen. En dit is weer een andere kant van de boot, de stuurboordkant. Steeds met snelheid van 8,4 knopen over de grond. Klein stukje spinnaar, half in te zien. Stijn nog steeds in de leesstand. En Ilja speelt met de iPod. Nou, dit is het wel even. Heerlijk, hè? flesjes water. Ja, onder de zitting. Voorin, rechts. Zo mooi. Lekker douwen. Ja hoor.
Leuk? Ja. Vertel eens. Zeg maar. Omdat jij, omdat die vol staat. Ja, er komt geen grijp. Prima. Peep, doe niet zo eng, joh. Wie deze billen brandt? Ik ga nog maar nog maar een keertje, Tuin. Gaan we staan.